Hallo allemaal. Om ons heen zie ik een nieuwe economie ontstaan. En gelukkig ben ik de enige die dat ziet. En daarom wil ik jullie uitnodigen om mee te gaan op een reis, op een verbeeldingsreis, naar en door die nieuwe economie. En voor die reis wil ik jullie graag een kompas meegeven. Wat kompas heet Open Source Samenwerkingseconomie. De Open Source Samenwerkingseconomie is een theoretisch model, net zoals de vrije markteconomie een theoretisch model is. En dat theoretische model is een stip op de horizon die als een vuurtoren dient, waar we gewoon naartoe op weg kunnen. Ik zal uitleggen wat ik bedoel met die open source samenwerkingseconomie en ik zal laten zien hoe dat als kompas kan werken. En als jij een ander kompas hebt, dan hoor ik er graag van en hoop ik ook dat die uiteindelijk zal uitkomen bij die nieuwe economie. Die nieuwe economie die zal ik Weconomy noemen in navolging van Jan Jonker. Dus die open source samenwerkingseconomie is het theoretische model. En Weconomy is wat we echt zien, wat we zullen gaan zien in onze toekomst. Om de gedachte te bepalen, vrijheid kan alleen bestaan als het ingebed is in verantwoordelijkheid. En het probleem met de vrije markt is, mijns inziens, dat de vrije markt niet echt ruimte biedt voor het nemen van die verantwoordelijkheid. Het houdt het ook niet tegen, maar er zit gewoon geen faciliteit in om het wel te doen. En dat is wat de open source samenwerking wel biedt. Onze reis begint bij de Spark of Genius die Nelson Mandela en ieder van ons ziet. Ik zal uitleggen waarom ik daar begin. Mijn analyse van onze huidige tijd is affirmatief geformuleerd dat we veel meer rekening zouden kunnen houden met elkaar, de wereld en de toekomst, dan we nu doen. Let op, ik zeg dus, alle grote problemen van onze tijd, het gevolg zijn van het feit dat we gewoon geen rekening met elkaar houden, onvoldoende. Dit is een van de drie aannames waarop mijn hele redenering is gebaseerd. Dus denk er even goed over na of je dat ook zo ziet. Goed, als we dan willen uitgaan van deze analyse, ja, dan is die affirmatieve formulering ook meteen een oplossing. Namelijk, we moeten gewoon rekening houden met elkaar. En moeilijk is het ook helemaal niet. En dat is de kern van het theoretische model open source samenwerkingseconomie. Nou, dan zijn we eigenlijk klaar, zou je zeggen. Maar ja, ik hoor je al denken, mensen zitten zo niet in elkaar. Maar ik heb het niet over mensen, ik heb het over jou. Ik wil wel rekening houden met anderen. En ik zie ook andere mensen om me heen die dat ook willen. Ik zie er steeds meer. Dus de vraag is eigenlijk wat jij wilt. En daarom begin ik bij die Spark of Genius. Want die Spark of Genius zit in ieder van ons. Die zit ook in jou. En die wil wel degelijk een verbinding maken met de ander. En rekening houden met die ander. Dan kom ik meteen bij mijn tweede aanname. Ik geloof niet dat het mogelijk is om een economisch systeem te maken dat mensen ertoe brengt om met anderen rekening te houden, ook als zij dat niet willen. Het begint dus bij mensen die dat wel willen. Het begint bij mensen die rekening willen houden met elkaar. De Weconomy is een realisatie van de open source samenwerkingseconomie in die wereld waarin mensen leven die wel rekening met elkaar willen houden, maar ook mensen die dat niet willen. Om dat theoretische model te formuleren, begin ik met een simpele vraag. Hoe ziet een economie eruit voor mensen die wel willen rekening houden met elkaar? Ik wil nu beredeneren dat het antwoord op deze vraag die open source samenwerkingseconomie is. En ik zal nu gaan vertellen wat ik dan daarmee bedoel. Dus ik zoek nu naar mijn Spark of Genius. En ik vraag jou om dat zelf ook even te doen. Maak contact met je eigen Spark of Genius en kijk eens hoe die in elkaar steekt, wat die eigenlijk wil. Hey, ik ben niet perfect, maar ik kan nog wel in mezelf een Jeroen vinden die graag samen met anderen zijn leven deelt, die voor zichzelf wil zorgen en die ook iets betekent voor anderen. De meeste van ons zullen erkennen dat zij diep in hun hart die verlangens ook hebben. Goed, die Sparks of Genius, die willen rekening houden met elkaar. Maar hoe doen ze dat dan? Om te beginnen doen we dat in een transparante omgeving.
Want als ik rekening wil houden met jou, ja, dan moet ik wel weten waar ik rekening mee moet houden. Dus een transparante omgeving waarin al die dingen duidelijk zijn en bekend zijn, dat is wel heel handig. En om die vraag nu verder uit te diepen, wil ik gebruik maken van 3 kernbegrippen. Dat zijn deze simpele kernbegrippen van waaruit ik werk heb. Mensen, bronnen en transformatie. Waar gaat een economie over? Nou, de economie gaat over mensen, jij en ik. En waar gaat het dan precies over? Nou, we doen iets. We hebben allerlei dingen, bronnen, grondstoffen, maar ook dingen, auto's en gereedschap en eten en huizen. Dat zijn onze bronnen. We hebben transformaties. We doen daar dingen mee. En je kan meel pakken en water en gist en dat kun je in een oven stoppen. Met nog wat andere dingen uiteraard. En dan krijg je brood. Dat is een transformatie. En wat mij betreft, als we praten over de economie, dan praten we over deze 3 kernbegrippen. En definieer ik economie als het antwoord op 2 vragen. Namelijk, wie doet wat en wie krijgt wat. En als ik dan de vraag wil beantwoorden, hoe ziet een economie eruit voor mensen die rekening houden met elkaar, dan is dat eigenlijk heel simpel. Dus de definitie van open source samenwerkseconomie is antwoord op de eerste vraag, wie doet wat? Nou, doe wat je kan, doe wat nodig is, doe wat je inspireert. En altijd de tweede vraag, wie krijgt wat, is ook heel eenvoudig. Nou, neem wat je nodig hebt, wat goed is voor je. Doe wat je kan is dus niet doen waar je zin in hebt, maar doen wat je kan. En doen wat nodig is. Soms zijn dingen gewoon niet leuk, maar moeten ze wel gebeuren. En neem wat je nodig hebt is ook wat anders dan nemen wat je allemaal graag zou willen hebben. Neem wat je nodig hebt, maar niet meer. Neem wat goed is voor je. Dit vat ik ook wel samen als het take care concept. Take care of your fellow and take care of yourself. Gandhi zei, this world has enough for everybody's needs, but not for everybody's greed. Dus als je inderdaad neemt wat je nodig hebt, dan is er genoeg voor iedereen. Dan leven we dus in een wereld van overvloed, niet in een wereld van schaarste. Ja, dan is er geen behoefte meer aan begrip eigendom, aan de notie eigendom. Want denk erom, de schaarste waarin we nu leven, de schaarste is een mindset en daarmee een self-fulfilling prophecy. De schaarste die we ervaren is niet omdat er schaarste is, maar omdat we schaarste gemaakt hebben. Er is genoeg. Wat ik geloof, wat Gandhi zegt, is ook omdat er ook bewijzen voor zijn. Bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen heeft berekend wat de capaciteit van de aarde is voor het produceren van voedsel. En het blijkt dat onze aarde kan voedsel produceren voor 177 miljard mensen. Nou, we zijn maar met 7 miljard, dus er is een waanzinnige overvloed. En dat geldt niet alleen voor eten, dat geldt voor lucht, dat geldt voor water, er is een waanzinnige overvloed. Dat wordt alleen maar schaars op het moment dat we dat schaars gaan maken, omdat we denken dat er te weinig van is. Deze manier van werken, die is, als je met een klein clubje bent, heel eenvoudig te doen. Dan ga je gewoon zitten en zeg je, jongens, wat moet er gebeuren? Wie gaat wat doen? Dan zijn we klaar. Maar als je het groter wil maken, met meer mensen, als je wil gaan opschalen, dan moet je wel wat gaan doen. Dus ik wil het graag schaalbaar maken. En dat wil ik doen door een proces in te voeren met een daarbij behorende administratie. Die administratie, die ent ik op die kernbegrippen. En als je die administratie aan de poten hebt, hoe ziet je proces er dan uit? Nou, buiten wat simpel geklutter. Je moet jezelf kunnen aanmelden. Je moet kunnen vertellen welke bronnen er zijn en waar ze zijn, dat soort dingen. Maar het echte werk, het echte proces is 2 stappen. Stap 1, je stelt jezelf een doel. En dat doe je zeg maar in het proces naar de groep toe. En als je je doel gesteld hebt, ga je vervolgens een planning maken. We gaan ervan uit dat er een planning al is. In het begin moet die even gemaakt worden, maar daarna is die er gewoon. En alles wat je doet is de bestaande planning wijzigen, zodat ook jouw doelen worden gerealiseerd. En die administratie wordt dan vervolgens in dit datumdeel gestopt. Ik heb het er even bij gaan hangen om te laten zien dat het nog redelijk concreet geworden is ondertussen. Die kun je gewoon stoppen in een app.
Zo, dan komen we nu bij de vraag hoe we dit traditiemodel open source samenwerkseconomie in onze wereld hier en nu tot een weekonomy kunnen maken. Tot een echte economie die echt works for all. En dan kom ik bij mijn derde aanname. Ja, we leven dus in een wereld waar sommige mensen wel mee willen doen en andere mensen weer niet. En ik denk dat die weekonomy een setup zal zijn bovenop de huidige economie. Ik denk dus dat de huidige economie niet vervangen gaat worden door de weekonomy. Maar ik denk dat die weekonomie er bovenop zal komen. Een beetje zoals in onze hersenen er verschillende hersenlagen zijn. Hersenstam, limbisch systeem, neocortex. Dat zijn verschillende lagen die verschillende stadia van de evolutie toegevoegd zijn. En zo zal ook de weekonomy in de evolutie die nu voor ons ligt toegevoegd worden aan de bestaande economie. Oké, dan hebben we hier dus het theoretische model open source samenwerkingseconomie geformuleerd. Dat is dus heel simpel geworden. We hebben een simpel proces met een simpele administratie. En de vraag is nou, hoe kan dat nou in onze werkelijkheid een weekonomy worden? Dat wil ik doen aan de hand van 4 ontwikkelingen die ik kan bedenken. Ten eerste, die open source samenwerkingseconomie zoals ik hem hier formuleer, dat ziet er wel heel erg utopisch uit, hè? Dat je doet wat je kan, dat je denkt wat je nodig hebt. Maar als je even nadenkt, is het helemaal niet zo'n gek idee. En zien we dat echt al heel vaak om ons heen gebeuren. Ten eerste, begin bij jezelf. Als jij, zoals jij zelf thuis in jouw eigen huis, in je eigen leven leeft, doe je dat zo? Als ik aan jou vraag, wat ga je vandaag doen? Dan doe jij wat jij denkt dat nodig is, wat jou inspireert. Je neemt wat jij nodig hebt, voor zover dat kan uiteraard. Erger nog, als je nu naar de Amazone zou gaan, je zou daar op bezoek gaan bij stammen die geen contact hebben met de buitenwereld, dan zul je zien dat ze precies zo leven. Dat zijn kleine stammen van misschien 100 mensen of zo. Die leven precies zo. Die hebben graag geen geld waar ze met elkaar zeg maar, waarde creëren of iets dergelijks. Die doen gewoon dingen die nodig zijn. En die nemen de dingen die ze nodig hebben. Het principe van die open source samenwerkseconomie is iets wat we al heel vaak om ons heen zien. Maar allemaal heel erg klein. En ik ben zelf ook zo'n weekonomie. En jij bent zelf ook zo'n weekonomie. En het rare is dus dat al die weekonomies, die 7 miljard weekonomies die er op deze aarde rondlopen, die integreren tot een kapitalisme, waar ze geen rekening mee houden met elkaar. Dus de vraag is nou, hoe zorgen we nou voor dat die weekonomies zich verbinden, zodat ze wel een weekonomie vormen? En dat is helemaal niet moeilijk. Want als jij een weekonomie bent en ik een weekonomie, en wij besluiten om samen 1 weekonomie te vormen, wat zouden we dan doen? Nou ja, dan zouden we dus 2 mensen bij elkaar zijn, die, als we echt met elkaar rekening houden, gewoon onze bron delen, onze kennis uiteraard delen, en de doelen die we stellen, daar maken we een planning bij, zodat we uiteindelijk het goed voor elkaar kunnen gaan krijgen. Dus wat doen wij als wij, zeg maar, als jij in een weekonomie bent en ik ben in een weekonomie en wij gaan ons met elkaar verbinden, dan verbinden we ons met deze 5-voudige verbinding. We delen de mensen, we delen de bronnen, we delen de kennis over transformaties, we delen onze doelen en we integreren onze planning. Die 5-voudige verbinding, dat is de kern waar de economie op zal drijven. Ten eerste, in de eerste ontwikkeling die ik zie, is dat economies, kleine economies, zich kunnen verbinden tot grotere economies. Een heel andere manier om te kijken hiernaar, is dat als je kijkt naar wat we zien gebeuren nu in onze wereld, dan zijn er websites als Couchsurfing en BRB en Connect en dergelijke. Dat zijn allemaal eigenlijk vooruitgeworpen schaduwen van die economy. Want die BRB bijvoorbeeld, die zorgt dat je die bronnen kan verbinden. Die Connected, die zorgt ervoor dat je mensen kan verbinden. Het World Wide Web, dat zorgt ervoor dat je transformatiekennis kan verbinden. Wat er nog niet gebeurt, is die doelen en die planning. Want dat is natuurlijk een stukje ingewikkelder. Vandaar dat ik dat datamodel gemaakt heb. En dat is natuurlijk een heel conceptueel datamodel nog. Maar mijn idee is wel dat net als het World Wide Web
gebruikt kan worden. Om uitgebreid te worden en op die manier handen voeten te geven aan het delen van doelen en planning. Een derde stap die we kunnen maken is, we kunnen zeggen, nou ja, dit is het utopische model. Hoe kunnen we dat nou in het hier en nu laten landen? En dat is eigenlijk ook niet heel ingewikkeld. Daar is wel een creativiteit voor nodig overigens. We kunnen die open source samenwerkseconomie ook projecteren in het hier en nu. Langs lijnen van afnemend bewustzijn. En mensen die zich bewust zijn van onze eenheid, die zich willen verbinden met elkaar, die willen zich zo gedragen. Maar mensen die zich daar nog niet van bewust zijn, die zullen minder vertrouwen hebben in hun omgeving. Dus langs een afnemend bewustzijn is er ook een afnemend vertrouwen. En dat afnemende vertrouwen dat kun je ondervangen met behulp van allerlei regels. Zo kun je bijvoorbeeld timebanks invoeren. Of je kan zelfs LETs, Local Exchange Trade Systems, invoeren. Dat zijn allemaal projecties van die open source samenwerkseconomie. En de laatste ontwikkeling die ik zie, is dat als straks die WeEconomy gaat draaien, dan is er dus een WeEconomy als setup bovenop de bestaande economie. En mijn schatting is dat er aanvankelijk heel veel interactie zal zijn tussen die twee. Maar gaandeweg zal heel veel interactie met die oude economie niet meer nodig zijn, omdat processen helemaal binnen de nieuwe economie getrokken zullen worden. Dan wil ik opmerken dat wat we willen doen is willen samenwerken. Dat willen we in de huidige economie ook al. En voor het samenwerken is heel essentieel vertrouwen. Zoals Fukuyama opmerkt in zijn boek Trust. En wat we zien is dat in onze huidige economie gebruiken we geld. En geld heeft daarin eigenlijk twee functies. De eerste functie is een informatiefunctie. Door te weten hoe duur iets is, kun je een beslissing nemen of dat je het wel wil gebruiken of niet. Dat is de informatiefunctie. De andere functie die geld heeft, is waarde. Geld heeft waarde. En het laatste, waarde, is hetgene wat we in onze economie gebruiken om het ontbrekende vertrouwen ten opzichte van elkaar te ondervangen. Wat we in de open source samenwerkseconomie doen, gebruik je het begrip waarde helemaal niet. Wat we wel doen nog, is informatie gebruiken. Erger nog, als we echt met elkaar rekening houden, hebben we meer informatie nodig dan we nu hebben met geld. Dan hebben we dat hele datamodel nodig, dan hebben we die hele administratie voor nodig, om echt rekening met elkaar te kunnen houden. En tenslotte wil ik even opmerken dat had ik eerder gezegd, hè, dat we het begrip eigendom ook niet nodig hebben in de open source samenwerkseconomie. De uitdaging die we dus hebben, is om die doelen en die planning, om dat berekenbaar te maken. En ik denk dat we dus te realiseren door dat datamodel wat ik net liet zien, uitbreidbaar te maken. En die doelen zijn een functie op dat datamodel. Dus dat wordt redelijk technisch. Maar als je het zo in elkaar steekt, dan geloof ik er erg in dat dit een werkbaar concept is. We gaan nu starten met deze WeEconomy in Amsterdam Centrum. Als je er meer over wil weten, kom dan naar gutsforroses.org.